sinds dit jaar ben ik de voorzitter van Groei en Bloei, Almelo. En nu heeft u weer een voorjaarsfair georganiseerd. Het is behoorlijk druk, zie ik. Ja, en het liep vanaf vanmorgen 11 uur al heel goed. En het prachtige weer werkt natuurlijk mee. Hè. Ja, we hebben natuurlijk van onze eigen afdeling veel vrijwilligers die zich inzetten voor een bloemenkraam en een verloting, koffie- en theekraam. We hebben natuurlijk ook een stand waarmee we nieuwe leden willen overhalen om lid te worden. En verder is het een groen gebeuren. Groen, vooral groen. Dus alle kramen hebben toch wel iets met een groenbeleving. Het hoeft niet altijd in de tuin te zijn, kan ook in de natuur. Mensen met zware apparatuur, wat is dat? Die zijn van het Natuurhuis, afdeling Astrona. En dan kun je door een zonnewijzer kijken. Wij kijken naar de zon als die nog komt.